Leuk dat je weer kijkt. April is officieel nog niet voorbij. Het is vandaag namelijk Koningsdag. Maar aangezien 5 mei de volgende gelegenheid is dat ik kan filmen en de video dan wel heel laat online komt, heb ik besloten om vandaag toch maar vast mijn shoplog van april te filmen. In de shoplog van maart zei ik dat ik het deze maand iets rustiger aan zou doen. Maar dat is helaas niet gelukt. Ik heb best wel wat gekocht. Veel dingen had ik ook wel echt nodig. Maar natuurlijk ook een aantal dingen niet. En omdat het heel erg veel is, ga ik maar gauw beginnen, want anders dan zijn we zo een kwartier verder. Ik ga de video trouwens precies zo opbouwen zoals vorige keer. Dus ik begin weer met de kleding, daarna doe ik cosmetica, waar ik dit keer heel veel van heb. En daarna komen de overige. Noot is trouwens dat mijn poster hangt. Yay! Vorige week donderdag ben ik met Elin, een van mijn beste vriendinnetjes, gaan winkelen in Amsterdam. Daar had ik heel veel zin in, omdat er in Amsterdam gewoon heel veel winkels zijn die we hier in Utrecht niet hebben. Zoals Kohl's en Another Stories, River Island. Hebben we geen River Island in Utrecht? Ik denk het wel eigenlijk. Maar goed, Kohl's en Another Stories in ieder geval. En natuurlijk heb ik in Amsterdam ook een paar dingen gekocht. Allereerst de trui die ik nu aan heb. Dit is een lichtblauwe trui van het merk Kohl's. En er zijn twee dingen die ik er super gaaf aan vind. Ten eerste namelijk de kleur. Ik merk namelijk dat ik in de winter vaak voor zwart ga. Dat zal je niet verrassen. Maar in de zomer neig ik toch wat meer naar pastelkleuren. Zoals lichtblauw. Maar ook mintgroen en lichtroze trekt me tegenwoordig ook. En het tweede wat ik zo gaaf vind aan deze trui is het feit dat er een structuurtje in zit. Ik ben helemaal fan van de structuurtjes. Ik vind het echt super gaaf. En deze trui heeft dat ook. Dus ik ben er super blij mee. Kohl's is wel een iets duurder merk. Dit is het duurdere zusje van H&M. En deze trui kostte 50 euro. Ook bij Another Stories ben ik geslaagd. Daar heb ik dit zwart met wit gestreepte shirtje gekocht. Dit is niet een heel erg bijzonder shirt, maar ik vond het streepjespatroon gewoon heel erg leuk. Ik hou heel erg van streepjes. En het model valt heel erg mooi. Hij valt ietsje strakker, waardoor ik hem heel mooi op mijn wat wijdere blauwe pantalon kan dragen bijvoorbeeld. En ook kocht ik die dag weer een jurk, namelijk deze. Deze jurk is van Only. En zoals je ziet bestaat deze uit verschillende vlakken. Hij bestaat gewoon uit zwarte stof, maar ook uit stukken zwart leer. En dan in een streeppatroon, wat ik super vet vind. En deze jurk was iets prijziger, ook 50 euro namelijk. Oh, en dat gestreepte shirtje kostte 25. En tot slot in de categorie kleding kocht ik deze witte sneakers van de Pull&Bear. Deze kostte 30 euro, lekker goedkoop dus. Ze zijn ook echt wel heel erg plasticachtig. Maar omdat ik deze schoenen echt heb voor erbij en zo waarschijnlijk niet heel veel aan zal hebben, vond ik het ook een beetje overdreven om echt Adidasjes te kopen ofzo. Want dat vind ik dan te duur. Ik heb deze al een paar keer gedragen en ik merk dat ik het heel erg leuk vind om hiermee te experimenteren. En ik heb ook het idee om een lookbook met deze sneakers op te gaan nemen. Dus als je dat leuk vindt, doe dan even een duimpje omhoog. Dat was het dan voor kleding. Dan gaan we direct door naar de cosmetica. En van cosmetica heb ik dit keer superveel. Dat kwam zo uit. Er was ook veel in de aanbieding. Waaronder deze haarlak van Elnett. Die waren 1 plus 1 gratis als ik me niet vergis. En Elnett heb je nooit genoeg. Het is echt mijn favoriete haarlak. En ik heb nu, zoals je ziet, een blauwe en een roze. Ik weet even niet meer zo goed. Oh ja, deze is voor meer volume. En deze is voor extra sterke fixatie. Ook waren bij Kruidvat alle mascara's in de aanbieding. Ik geloof dat ze allemaal een tientje per stuk waren. Dus ik heb een nieuwe mascara gekocht. Ik gebruik deze al een tijdje. Ik vind hem heel erg prettig. En als die in de aanbieding is, dan koop ik hem. Dit is de Masterpiece Max van Max Factor. Deodorant was ook 1 plus 1 gratis. En ik gebruik deze deodorant van Dove heel erg graag. Dit is de Soft Feel en die ruikt super lekker. En de tweede die ik erbij genomen heb is de Cotton Soft. Dus gewoon een wat neutraler geurtje. Deze is heel zacht en poederig. En deze is katoenfrisachtig. Ik vind deze nog steeds wel lekkerder, maar deze wel chill voor de afwisseling op zich. Ook heb ik deze maand weer een nieuwe Superliner Perfect Slim gehaald van L'Oréal Paris. Want hier ga ik altijd heel snel doorheen. En, wat mij betreft is het echt de beste eyeliner die er is. Ik gebruik hem elke dag. Ook kocht ik bij Kruidvat. De Kruidvat zit trouwens tegenover mijn huis, dus vandaar dat ik er zo vaak kom. Maar ik kocht daar een viertal van dit soort klemmetjes. Volgens mij heette dit officieel watergolfklemmetjes, maar ik gebruik ze eigenlijk altijd om mijn haar omhoog te doen als ik het krul. En om de krul soms eventjes vast te zetten als ik graag wil dat het extra lang blijft zitten. Dus dat. Ook van Kruidvat een nagelschaartje die ik niet voor mijn nagels ga gebruiken, maar voor mijn haar. Ik heb
heb namelijk een poosje geleden een video gezien over hoe je je haar in de beste conditie houdt. En zij gaf als tip om af en toe zelf je gespleten haarpuntjes af te knippen met zo'n heel klein schaartje. En omdat ik heel graag wil dat mijn haar zo snel mogelijk, zo lang mogelijk en zo gezond mogelijk wordt, dacht ik, ik koop zo'n schaartje. Deze was zo te zien. 7 euro. En daar ga ik dus mee aan de slag. Over lang en gezond haar gesproken, ik kocht ook bij Kruidvat dit potje huid, haar en nagelspillen. Ik merk namelijk dat mijn haar heel erg aan het splijten is. En mijn nagels doen dat ook. Doen dat altijd. Super irritant. En ik heb al wel eens vaker op internet gelezen dat deze pilletjes daar heel goed tegen helpen. Er zitten allemaal stofjes in die helpen je haar en je nagels en je huid schijnbaar ook zo sterk en gezond mogelijk te maken. Ik kan hier nog niet zo heel veel over zeggen. Ik gebruik ze nu, denk ik, 1 of 2 weken. Dus het duurt altijd eventjes voordat dit natuurlijk effect heeft. Maar ik ben heel benieuwd wat dit doet. En dan als laatste in de categorie cosmetica is nagellak. Ik koop niet zo heel vaak meer nagellak, maar op het moment zit ik weer in zo'n soort van gebruikerspiek. Ik kan soms echt een half jaar geen nagellak dragen en dan ineens ben ik er weer helemaal verslaafd aan. Dit is dus zo'n verslavingsperiode. Allereerst kocht ik dit kleurtje. Deze heet My Love Diary. Hij is van Essence trouwens. Ze zijn allemaal van Essence. Dit is zo'n soort van My Lips But Better kleurtje, maar dan in een nagellak, I guess. Het is gewoon een soort van naturel kleurtje, maar niet nude. En hij staat eigenlijk bij alles. Dus vandaar dat ik dit wel een hele goede aanvulling op mijn nagellak stash vond. Ik vind stash een heel vreselijk woord, maar er is gewoon geen ander woord voor. En tegelijkertijd met dat nagellakje kocht ik deze. Van Essence dus ook. Uit de Color & Care lijn. En deze heet I Care For You. Ik zag namelijk dat Masha van Beautygloss deze op de nagels had. En er super tevreden mee was. Dus ik dacht, die moet ik ook hebben. Ik heb deze van het weekend gedragen en toen bleek alleen dat die onwijs vloekt met de kleur van mijn handen. Ik heb dat vaak met perse kleuren. Deze is een beetje, perse kleurig, dus licht roze. En mij staat dat gewoon niet. Het is te warm, dus toen ging ik terug naar de Kruidvat en kocht ik deze twee lakjes. Dit is Take a Break. Eigenlijk gewoon een, hij is niet helemaal wit, hij is een beetje crème kleurig. Dit is de kleur ook die ik nu op mijn nagels heb. Ik vind hem heel mooi, hij dekt goed. 3 laagjes heb ik nu op. En deze is dus best wel neutraal van kleur, dus deze vloekt niet op mijn handen. En ook kocht ik deze, de kleur Happy Nails. Deze is dus ook heel erg licht, pastelachtig, maar hier zit een soort van lila ondertoon in. Waardoor ik denk dat deze ook niet met mijn handen gaat vloeken. Ik heb deze dus nog niet gedragen, want ik heb ze gisteren gekocht. Ik vermoed dat deze kleur ook een dupe gaat zijn van een van mijn lievelingsnagellakkleuren. Essie Urban Jungle. Die was limited edition en is dus niet meer verkopen. En mijn flesje is bijna op, dus ik ben naastig op zoek naar een vervanger. En misschien is dit hem wel. Dat was alles wat betreft cosmetica. Het is echt heel erg veel, merk ik. Maar er komt nog meer aan. Namelijk de overigen. Als eerste kocht ik bij Hema dit notitieboek. Zwart, super zacht leer. Volgens mij is het zelfs echt leer. Met de tekst Fabulous erop. Die tekst doet me niet zoveel, maar ik vind het boekje gewoon super leuk. En hier schrijf ik nu al mijn YouTube ideeën in. Deze was 7 euro, wat ik echt geen geld vind voor zo'n mooi notitieboek. Dan misschien wel de beste aankoop van deze maand is dit boek. Hier zit een verhaal achter. Ik ging afgelopen week thuiswerken bij een van mijn collega's. En haar schoonmoeder had voor het dochtertje van mijn collega een pop gehaakt. En toen ik die pop zag, was ik meteen in de zevende hemel. Ik vond het echt fantastisch. Ik heb zelf nooit met poppen gespeeld eigenlijk, maar ik maak wel heel graag dingen. En deze pop was dus gehaakt. En die kwam met dit boek, mijn gehaakte pop. Ik heb meteen diezelfde middag dit boek besteld bij bol.com. Ik ben de dag erna naar de stad gereden om superveel wol en een haaknaald in te slaan. En ik ben aan het haken geslagen. En in dit boek staat dan dus beschreven hoe je die pop maakt. En ik vind ze zo schattig. Kijk nou. En deze. En een rood kapje. Ik vind dit echt helemaal fantastisch. Ik had nog nooit in mijn leven gehaakt. Dus ik ben maar meteen in het diepe gedoken met dit boek. En ik ben nog niet heel erg ver, maar ik vind het echt super tof. En mijn vraag aan jullie is, ik zou best graag een video willen maken over hoe ik dit poppetje in elkaar zet. En hoe ik daar kleertjes voor maak en zo. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie dat ook leuk vinden. Hierboven in beeld staat nu een poll als het goed is. En ik zou het super fijn vinden als jullie via die weg willen laten weten of jullie geïnteresseerd zouden zijn in zo'n video. Toen ik met Elin naar Amsterdam ging, zijn we ook langs de Sustrene Krene geweest. Dat is een Deense soort van Xenos slash
tiger/hobbywinkel-achtig iets. Het is in ieder geval echt fantastisch. En daar heb ik deze vaas gekocht. Ook lichtblauw. Ik ben super lichtblauw op het moment. Ik vind dat een hele mooie kleur. En deze vaas heeft karteltjes zoals je ziet. En nou ja, dat maakt hem nog wat extra speciaal en leuk. En ja, ik vind hem heel erg mooi. Hij kostte een tientje. En ook kocht ik bij zuster Renekrene deze twee ijsschaaltjes. Helemaal retro vormgegeven. Ook lichtblauw. Super leuk voor als we in de zomer weer ijsjes kunnen eten. Bij de Sissy Boy Homeland, waar ze allemaal super mooie spullen hebben, kocht ik deze schaar. Goudkleurige schaar met ronde dingen en hij is zo vet en vintage en retro en belachelijk duur. Hij kostte namelijk 16 euro. Gelukkig had ik nog een cadeaubon, dus betaalde ik een tientje. En je zult waarschijnlijk denken, waarom geef je zoveel geld uit aan een schaar als je ze ook voor een euro bij IKEA kunt halen? Maar mijn filosofie is dat juist de dingen waar je veel gebruik van maakt, die je veel pakt op een dag, dat je daar juist het meeste geld aan uit zou moeten geven en niet aan de speciale dingen. Elke keer als ik nu iets knip, pak ik deze schaar en krijg ik een soort van geluksgevoeletje en nou ja, daarom steek ik zoveel geld in een schaar. En tot slot, we zijn er bijna, heb ik bij de winkel Tiger een vlaggetjeslinger gekocht. 3 stuks om precies te zijn, je kon ze namelijk maar per kleurtje kopen. En omdat ik graag, nou ja, 3 kleuren vlaggetjes aan 1 slinger wilde, heb ik dus 3 pakjes gekocht. Equals 3 slingers. Ze zijn goud gestreept zoals je goed ziet. En dan met lichtroze, lichtblauw en mintgroen. Super leuk. Nou ja, het duurt nog een half jaar voordat ik jarig ben. Maar deze heb ik in ieder geval alvast. Super feestelijk. Yay! En dat was het. Deze super grote shoplog van de maand april. Ik ga in mei echt mijn best doen om minder te kopen. Want het loopt een beetje de spuigaten uit op het moment. En er komen allemaal vakanties aan. En ik wil een nieuwe camera kopen. Dus er moet ergens op bespaard worden. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ik vond het heel erg leuk om het aan jou te laten zien. Je kunt me trouwens tegenwoordig ook volgen op Instagram. Daar probeer ik iets actiever te zijn. Ik weet nu alleen even niet wat mijn gebruikersnaam is. Wacht. Op Instagram heet ik Nekomara en je kunt me daar volgen als je het interessant vindt om te zien wat ik buiten YouTube allemaal uitspook. Ik hoop dat je er de volgende keer ook weer bij bent. En dan voor nu, tot ziens. Doeg!